Zo. Rietje vanaf Zeist naar Amsterdam-Westpoort. Weer naar die Westpoort? Ja, weer naar die Westpoort. Mag er weer naartoe? Geen hekel aan overigens hoor. Maar vanaf Zeist hadden we de route nog niet op film staan. Op beeld. Dus dan maar eventjes vanaf Zeist ook nog even richting Amsterdam-Westpoort. Net even gelost. Uitputjes weer leeg. En ik ga de trailer straks omkoppelen. Trailer, ja, rij met een trekker-opberger combinatie voor je dat geval, voor dat niet wist. Voor het geval je het niet wist, moet ik zeggen. En zo, mijn beeld zo. Driejassige trailer, cool trailer, nog steeds. Maar ja, je hoeft je ook niet altijd gekoelde spullen mee te rijden. Daar kan je natuurlijk van alles mee rijden. Die koelkast kan er gewoon uit. Zo is maar, hè. Zo. Links. Momenteel 14 graden. Net even over 12:30. En dit is een ritje van ongeveer een uur. Ik ben lichtelijk bezweet en ik heb de rotzijde met de handpompwagen uit staan te trappen. Het was redelijk zwaar allemaal. Maar goed, eventjes die volle 125 kilo er even aan gaan hangen, dan is het zo weg. 125 kilo, ja mensen, 125 kilo. 1,5 spier. Nou ja, 1,5. Ik ben wel bezig om het gewicht eraf te krijgen, maar dat valt met een zittend beroep niet echt mee. Je wilt natuurlijk ook je biertje niet laten staan en je eten niet laten staan eigenlijk. En nou, dan maar wat meer bewegen, dat werkt dan nog wel. Maar ja, je moet ook genieten van het leven toch? Mooi hoor, die vrijstaande paleisjes zo aan de linkerkant. Wel gaaf. Ziet er allemaal leuk uit, gezellig. Toch een ander beroep moeten kiezen om dat zoiets te kunnen kopen.
bol daar links in de hoek. Het eerste station van het KNMI in de beeld. Dan maken ze het weer. Dan bepalen ze of het kut weer is, ja of nee. Zou ze het meten, denk je? Misschien ook nog wel. Blijft er iets wat, waar de mens gelukkig geen grip op heeft, op het weer. Tenminste niet direct. Ze krijgen er ook nog oorlog op. Dan heeft het mooi weer en ander wil regen. Nou, hier gaan we de A28 op. Vestjes maar eens even uittrekken, want het is wel aardig warm in die cabine zo. Het zonnetje erop. Lekker hoor. Een t-shirtje is weer achter glas. Simpele route, hè? Volg gewoon de borden Amsterdam hier vandaan. En dan kom je weer aardig in de buurt. Het is allemaal zo makkelijk. Even aangezet en die laat ik vandaag lekker beslissen. Het leuke is voor zo'n navigatie, de ene keer zegt hij zus en de andere keer zegt hij zo. Hij zou in principe voor de snelste weg moeten gaan, maar de snelste niet altijd de kortste, dat zal je met, zeker als je met een personenauto rijdt wel merken. Vaak toch al kilometers omrijdt, maar ja, staat vaak ingesteld op de snelste route.
waar is het anders? Dat je maximum snelheid lager ligt. Een navigatiesysteem wat ik gebruik, dat is een navigatiesysteem speciaal ontwikkeld voor vrachtvervoer. Grotere voertuigen moet ik eigenlijk zeggen, ook voor campers. Ik kan hem instellen ook voor een busje of een vrachtwagen, dus in mijn geval. Dan gaat hij ook rekening houden met de hoogte die je invoert, de breedte die je invoert, het gewicht die je invoert, wat je invoert. Dus dan houdt hij er rekening mee. Het is niet gezegd dat dat helemaal feilloos is, maar ik moet zeggen, over het algemeen klopt dat vrij aardig. En zeker als je in onbekend gebied komt, gaat dat je helpen, want als je voor een vierdukje staat wat te laag is, ik ben 4 meter hoog, ja, en je zal net 3,90 meter tegenkomen, dan kan je het hele eind achteruit of proberen te keren ergens, dan moet je weer omrijden. Dat vind ik altijd zo verbazingwekkend van al die buitenlandse chauffeurs die hier rijden. Ik heb het echt al heel veel gezien. En die dan... dan mis ik gewoon een afslag, hè. Hij wilde mij namelijk anders sturen, zie ik al. Ik zit lekker te lullen, maar ik had toch eigenlijk vanaf gemoeten. Even kijken hoe die me wilde sturen. Sightseeing. Maar hier afsturen om terug te laten gaan, dat doe ik niet. Ik heb besloten om via Hilversum te rijden. Zo langs de A1 en dan een stukje te kachelen. Het is wat om. Dan ga ik op deze manier niet online gezet. Nee, ik ben onzeker ook. Kijk, zie je, het scheelt bijna niks in kilometers. Ik rij misschien 4 kilometer langer. Ja, dat vind ik bij je wel. Nee, ik vond het wel even. Zet ik het toch wel online, denk ik. Ja, best wel stom. Ik zat lekker te lullen en ik vergeet ineens de afslag te pakken. Ik zeg, ik laat de navigatie beslissen, maar die had toch een hele andere route in gedachten. En wat was ik gebleven met vertellen? Oh ja, buitenlandse chauffeurs. Verbazingwekkend dat die in landen rijden waar ze echt nog sterk weten. Nou, dat is gewoon. Dat zou ik ook hebben als ik naar Frankrijk ga of naar... en ook van de landen waar je nog nooit geweest bent of weinig komt. Dan is het toch wel handig als je zo'n goed navigatiesysteem hebt wat jou daarbij gaat helpen. Maar ik heb al heel vaak gezien dat buitenlandse chauffeurs, en trouwens ook nog steeds van Nederlandse chauffeurs hoor, maar over het algemeen zijn het de chauffeurs met de witte kentekenplaten, die dan voor 4 dukjes komen te staan, maar ze gaan niet onderdoor passen. En dan ja, op een smal weggetje toch om achteruit moeten gaan rijden. Ja, ik geloof niet dat je daarna zo blij van moet worden.
En natuurlijk zijn navigatiesystemen niet goedkoop, want een normale TomTom voor in de auto koop je voor 100 euro, geloof ik. Zo'n beetje. Ja, een vrachtwagen TomTom is gewoon 4 keer zo duur. En dat snap ik ook wel eigenlijk. Dus, daar zit natuurlijk heel veel research achter. Hè? Allemaal worden ingegeven waar je hoe hoog bent en waar je dan onderdoor mag. Ik vind het wel knap hoor dat het er is. En als je meestal als je al een keer een route hebt gereden, dan heb je de navigatie niet echt meer nodig. Dan weet je de weg wel. Ik zet het dan soms toch af en toe wel eens even aan om te kijken hoe lang ik ergens over doe. Wat de verwachte aankomsttijd is. Dat is wel eens handig voor als je opdrachtgever belt van joh, waar zit je, waar rij je en hoe laat denk je dat je aankomt? Nou, dan kan je eigenlijk gelijk antwoord geven. En dan hebben zij het idee van zo, dat is een knappe kop, die weet er veel vanaf. Ja, een klein beetje vals spelen, maar het werkt wel. De verwachte aankomsttijd nu in Amsterdam-Westpoort is 2, 5 over 2. We rijden eigenlijk de route die ik in mijn hoofd had, maar niet die de navigatie veranderd had eigenlijk. Maar goed. Daarnaast heb ik zeeën van tijd, want waarschijnlijk is de vracht die ik mij moet gaan nemen nog lang niet klaar. Ik heb daar nog een uurtje gewacht, of zo, anderhalf. Maar ja, voor hetzelfde geld is het wel klaar en dan ben ik vroeg thuis vandaag. Tenzij er nog wat achteraan komt. Ook geen probleem. Hier aan de zijkant allemaal nieuwe hekken neergezet. Om het overstekend grote wild tegen te houden. Aan de weerskanten van de weg is dat gedaan. Ik heb toch al wat herten zijn doodgereden. Ik dacht dat het niet zo vaart zou lopen, maar ik zag pas iets op televisie dat er best wel heel veel gebeurt. Zeker op die N-wegen. Tussen de bossen doorgaan. In het donker steekt er nog wel eens wat over. Maar je zal het op je auto krijgen, je zal het tegenaan rijden. Man. Ten eerste wordt het beest niet leuk, maar je schrikt jezelf op blazen. Het is ook gevaarlijk ook. Het nog een voordeel, als iemand op de hielen zit, dan kan die ook niet zomaar het bos in vluchten. Meestal snijdt er aan twee kanten natuurlijk. Eemnes zitten we nu. Tenminste, bijna.
Hier gaan we zo meteen de A1 op richting Amsterdam. Jong, want dan gaan we natuurlijk richting Amsterdam. Naar rechts ga je naar Amersfoort en kan je weer naar de A28 komen. Dan sluit je weer op aan. Dan kom je zo langs Bunschoten, Spakenburg. Baren, de afslagen ervan in elk geval. Wij gaan dus de andere kant op, richting 020, Amsterdam. Ik heb niks met voetbal, dus mij maakt het ook niet uit, maar ik vind dat wel leuk. Als ze echt Feyenoord fans het over 020 hebben, dan kunnen ze de naam Amsterdam niet uit de strot krijgen. Amsterdam is hetzelfde als met Rotterdammers. Ze zeggen alweer 010 hè, in Amsterdammer. En als je jonge mensen tegenwoordig vraagt waar dat op slaat, hebben ze eigenlijk geen idee. Mediapark. Allemaal studio's zitten, radiostudio's, televisiestudio's. Landelijke omroep zit daar. Onder andere. Zegt dat hij niet tegen groei is, maar dat er wel voorwaarden zijn. De minister heeft zelf twee hele duidelijke
voorwaarden gesteld, ook aan het van Schiphol, namelijk dat de veiligheid op Schiphol eerst op orde moet zijn. En daarnaast de heel terecht dat de omgeving krijgt om minder overlast, onder andere in de nacht. En premier Rutte wil er helemaal niks over kwijt. Hij reageerde zelfs een tikje chagrijnig op de journalisten die hem opwachten. Ik geef niet 2 of 3 keer in de week persconferenties. Er is een brief van het kabinet van Eentje van Baarle. Die staat gewoon eigenlijk niet 3 keer in de week de pers te woord staan. In de Utrechtse wijk Kernaleiland is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving is afgezet en het tramverkeer is stilgelegd. Ook zijn een aantal bedrijven en 4 woningen ontruimd. Bomdeskundigen zijn bezig met onderzoek. Het verdachte pakketje zou een koffertje zijn bij een filiaal van de Rabobank. En dan het weer de buien. Vandaag is het droog en zonnig. Het is 10 graden op de Wadden, 15 in het binnenland en 17 in de Lekker Europa. Hoor! En dit was het nieuws op Radio 10. In Rotterdam Antwerpen tussen Prins Veel en Industriegebied Hasselbronk, van de vrachtwagen daar, zorgt voor 41 minuten vertraging. A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Centrum en Feyenoord, 11 minuten. A27 Gorkum Breda tussen Breda en Sint-Anna-Bos, 5. A50 Arnhem richting Apeldoorn van Hoenderloo, 6 minuten. A58 Bergen-op-Zoom-Tilburg tussen Prins Veel en Galder, 31 minuten vertraging. En de A58 Tilburg Breda tussen Sint-Anna-Bos en Galder.
steekspleet een nieuwe viaduct, treinviaduct. En nu alweer van die vieze, gore graffiti erop. Oh, een stelletje ijzels en dat, joh. Er wordt wat moois gemaakt en dan moet het gewoon weer naar de kloten worden geholpen. Zo jammer allemaal. En als het nou mooi was dat ze erop maakten, het is niet eens mooi. Het ziet er gewoon niet uit. Ik ben niet meer van deze tijd hoor, dat graffiti spuiten. Bij Muiden. Muiden dat ligt aan wat vroeger nog het IJsselmeer heette. Voor mij is het aan deze kant al geen IJsselmeer meer. Ja, het is wel onderdeel van, maar... Ooit eens vroeger op de fiets heen geweest met school. Toen op schoolkamp een heel eind fietsen. En dan gingen we ook naar Muiden en daar stapten we op een boot. Om dan een paar nachten op een boot door te brengen, dat was een klipper, een oud zeilschip. Toen moesten we zelf keihard werken om dat ding varende te houden. Ja, dat was wel leuk. Ik kan hier de A9 op richting Haarlem en die kruist natuurlijk met de A5, zo zou ik kunnen rijden. Maar ik ga nu de A1 uitrijden en dan komen we vanaf de andere kant de Westpoort op. Eerlijk gezegd niet wat het verschil is in afstand en in tijd. Ik denk dat het elkaar niet zoveel zal ontlopen. Rijnkanaal.
knooppunt Watergraafsmeer. Dan gaat A1 over in de A10. Dan pakken we de noordkant richting Zaanstad-Purmerend. Dan kom je zo voor het Koenplein uit en daar gaan wij naar links. Zo, de handen kunnen rijden. Dan pak ik de oostkant. Ja, dan rijd ik verschrikkelijk om. Dus dat gaan we niet doen. Amsterdam is natuurlijk ook een fantastische mooie stad, hè? Maar ik wel gek dat je graag plaatsen in het buitenland bezoekt en in Nederland dat toch net eventjes te weinig doet, tenminste in mijn geval dan. Terwijl het zo mooi is.
dufjes op die maandag. Een beetje gaarder van het weekend. Dus ik ben niet zo heel erg spraakzaam. Maar dat maakt niet uit, het berichtje is leuk. Koenplein komen we nu aan. Richting Rotterdam maar voorsorteren. De andere weg die die richting Rotterdam gaat pakken is de A5. Ja, daar moeten wij natuurlijk afslag IJmuiden hebben. Westpoort 4000, 9000, Westpoort 2000, 4000. Ja, dan pakken we die 4000, 9000. Ja, de Westpoort is best groot hoor. Toen er doorheen gingen, maar ik had het nog verkeerd. Ja, dat was eigenlijk doorheen. Dateert al uit 1966, zag ik net staan. Ja.
dadelijk Nederlands. Dus ja. We zien weer licht aan het einde van de tunnel. Rechts zie je de uitstoot van de Nuon Centrale. De Nuon Centrale zelf. Een hele grote verwarmingsketel. Die ook stroom opwekt. Naar binnen was gereden. Mensen toch ongenoegen hebben geuit naar de manier van schrijven en op berichtgeving en weet ik het allemaal niet meer. Strot uit. Het is gewoon maandag, mensen, daar heb ik last van. Doe de ladoki!